1 keer gelijk, 3 keer gewonnen. 10 punten dus. En vooral de 8-2 zegen van vorige week op Jong Achilles geeft Achilles 1894 veel vertrouwen. En dit is de 1-0. Het is Stan Haanstra die je maakt. Hij die tot nu toe toch vooral bankzitter was, hopeloos uit vorm was, breekt de ban voor Achilles 1894. Na een prachtig paasje is de afronding uitstekend. 1-0 voor de ploeg van trainer Paul Weerman die doorgaat. Hier wordt David Modderman weggestuurd. Die vindt Stan Haanstra. Die maakt zijn tweede van de avond. Achilles gaat weer een overwinning boeken. Want Purmerstein laat helemaal niet zien de ploeg die in de eerste wedstrijd van het seizoen MSC alle hoeken van het veld liet zien. Daarna werd er nog 1 keer gewonnen, maar ook 2 keer verloren. Invaller Nguyen aan de kant van Achilles. Hij kwam voor Stan Haanstra met een goede actie. En hier de overtreding gemaakt en dus geel. En dat was zijn tweede voor Bulsom. Vrije bal, die staat nog. Matthijs Hensens had nog niet gescoord, maar doet dat nu wel. Wat een kanonskogel zeg van de spits van Achilles 1894. En dit had hij vast anders bedoeld. Maar het feest is er niet minder om, want Achilles wint. Doet goede zaken in de stand en ook in de strijd om de eerste periodetitel. Je wil nu gewoon voor die periode gaan. Althans, dat neem ik aan. Ik bedoel, je staat hier niet voor niets en je wil hier ook niet meer weg. Dus wij gaan morgen lekker teletexten en wij zien wel waar het schip uiteindelijk dan strandt. Nou, in ieder geval heeft er 1 medekoploper verloren, namelijk Silvolde. SJC won wel en dus zijn er nog 2 ploegen met 13 punten uit 5 duels. MSC verloor met maar liefst 7-0 van Leonidas. Onderaan in de hoofdklasse A, Heerenveen met 1 punt.